De nieuwe Bernardenschool gaat er eindelijk komen. De enige school in Zoeterwoude-Rijndijk is al jaren aan vervanging toe. Om inwoners op de hoogte te brengen van de plannen voor de nieuwbouw werd woensdagavond in de Eendenkooi een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het plan is om een gebouw te maken van twee bouwlagen. Een gebouw wat goed de aansluiting heeft met de openbare inrichting. Volgens burgemeester Fred van Tricht is het van groot belang dat de school vervangen wordt. De school die er nu staat is ruim 40 jaar, 45 jaar oud, meen ik. En de gemeente heeft gewoon de taak om goede toekomstbestendige huisvesting voor scholen te realiseren. Dus het wordt tijd dat er een nieuwe school gaat komen. En bovendien, de Bernardenschool gaat steeds meer leerlingen krijgen de komende jaren. En die passen niet in het huidige gebouw. Dus we moeten gewoon naar een nieuwe school. De nieuwe school biedt meer ruimte voor de basisschool, maar heeft ook ruimte voor een kinderopvang. Het is heel belangrijk, want het gebouw is oud, het huidige gebouw is oud. Kunnen wij niet zo heel erg veel meer mee. We willen graag op een andere manier onderwijs geven dan dat er in dit gebouw kan. Dus ja, in die nieuwbouw kan dat wel. Maken we leerpleinen per afdeling. Dus kinderen kunnen in de klas en buiten de klas les krijgen. En daarnaast is het natuurlijk de kwaliteit van het gebouw, de ventilatie, het binnenklimaat is in de nieuwbouw natuurlijk prachtig. En dat is in dit gebouw verouderd. Nou, heel erg belangrijk, want we kunnen fijn uit gaan breiden met ons kinderdagverblijf en met onze BSO. We hebben veel kinderen op de wachtlijst, dus wij zitten te popelen dat het gebouw klaar is. Bij het zien van het ontwerp van de nieuwe school werden de ouders en kinderen enthousiast. Heel mooi. Mooi? Ja. En groot. Veel speelruimte. Ja. Heldere kleuren, als ik het zo zag. Helder, witte kleuren. Heel prachtig. We kunnen niet wachten. Ja. Ja, de klaslokalen worden kleiner, maar het is wel een groter gebouw. Dus dat vind ik wel een minpunt. Maar mij lijkt wel dat het mooi wordt. Voor het mooie voor onze kinderen te laat. Maar fijn dat het er wel eindelijk komt, want het is echt oud. De bouw van de nieuwe school begint in week 9 en de omwonenden gaan hier wel het een en ander van merken. Ik zeg altijd, volgens mij gaan ze heel blij worden, want er komt een prachtig gebouw te staan. Maar voordat het gebouw er staat, is het natuurlijk wel zo dat er nog wat een en ander moet gebeuren. Men is nu begonnen met hekken weghalen, zand weghalen en dan gaat de eerste paal geslagen worden. Dus de omgeving gaat er wel iets van merken. Maar de plannen zijn wel zodanig opgezet dat de omgeving er zo min mogelijk van gaat merken. Maar om tot een mooie school te komen, moet er nog wel iets gebeuren. Als de bouw volgens verwachting verloopt, kan de nieuwe school halverwege 2025 in gebruik worden genomen.